get it. I'm the kind of brother who've been doing it my way, getting my way for years in my career. And every lover, y'all, in and out my life, I hit love and left the tears. Wow. Without a care. Until I met this girl who turned the tables around. She caught me by surprise. Hey, misschien ben je het al helemaal zat om te horen. Er wordt vaak wat gezegd over je leeftijd. Je bent pas 16. Misschien is het allemaal... Ja. Nou, blijkbaar wisten sommigen het nog niet. Maar we kunnen natuurlijk ook omdraaien en zeggen... What the fuck sta je hier gewoon allemaal al te doen op je 16e? Ik ben heel blij dat ik dit allemaal kan doen op mijn 16e. Dat ja, toch? Heel dankbaar voor. Ja. Kenzo. Ik vind dat je het echt vet hebt gedaan. Je had een goede sauce over je heen en dat maakte je smooth. Ik vind je echt een toffe danser. Even gewoon los van de zang. Maar wat ik merk is dat wanneer dat samenkomt, dat jij een beetje bang wordt. Dan is dit is helemaal vast bij jou. Je zingt, je lichaam gaat, maar je hoofd is zo. En dat houdt hem nog net een beetje voorzichtig in plaats van, yo, ik ben Enzo en dit is wat ik doe. Ik geef je nu een 8. Dank je wel, tof. Nice. Zeker. Timur. Ja, ik wil eigenlijk zeggen, eindelijk. Want eindelijk doe je het gewoon. Nu ben je aan het performen. En ik denk dat jij potentie in je hebt... waar je zelf nog niet van weet dat je dat hebt. En dat moet je doen geloven. Want dan gaat er iets magisch gebeuren. Ja. Maar voor nu krijg je van mij gewoon een 8,5. Dankjewel. Wow. Lekker. Over naar de zang, Treintje. Ja, dit was wel echt jouw beste performance. Ik vind dat je als zanger nog heel veel stappen moet maken. Maar ik vind jou wel weer het levende bewijs van... als je wil en je gaat ervoor en je bent niet te snel tevreden... dan kan je dus enorme progressie maken. Jij hebt mij vanavond echt heel erg verbaasd. Ik ga jou gewoon een 8,5 geven. Dankjewel. Mooi. Ben je klaar voor Gordon? Ik denk het wel. Ja, Enzo, de laatste keer was ik niet zo heel erg aardig over je. Toen zei ik dat ik het optreden verschrikkelijk vond. En ik vond het nu weer verschrikkelijk. Alleen verschrikkelijk goed. Dus... Dat was even ik zag hem. En ik, dat meen ik echt. 8. Yes. Wauw. Als we deze punten optellen, kom jij op 33. Dat betekent dat jij op een voorlopige 4e plek staat.